Elke dag wakker worden, teletext aanzetten, van wat is hier allemaal aan de hand? Dat is morgen het eerste waar ik naar kijk. Ja, teletext, ik heb vannacht even gekeken, om 1:30 s'nachts. Dan zie je nummer 3 Cambuur. Ja. Hoger komen jullie niet, denk ik, toch wel? Nou, dat zijn jouw woorden, we hebben nog 2 plekken te gaan. Nee, hoger dan dit zullen we niet meemaken. Maar de eerste doelstelling is gewoon handhaven. Hè? Dan zitten we nu op de helft, al vrij snel. Op Henk, handhaven is dat derde man. Ja, maar is dat nooit? Ik kijk altijd trio. Waar eindigt dit? Dan vindt hij al te lachen. Ja, nou ja. Kijk, ik bedoel, ik ga nergens vanuit. Dat is al mogelijk, maar de na-competitie spelen, dat zou toch fantastisch zijn. De play-offs, weet je wel. Maar dat kan in principe niet. Hoe zou de Champions League hymne klinken in het stadion? Dan moeten we eerst een nieuw stadion hebben, want ik denk dat dat hier niet kan. Ben je een echte supporter, als je daar zelfs op kan hopen? Nou, ik had dit niet eens verwacht. Ik had dit nooit van mijn leven verwacht dat we ooit derde zouden staan in de Eredivisie. Maar niet de Champions League, hoor. Nee, toch niet? Nee. Voetjes op de grond, hè? Juist, zo is het. Zo is het.